Daar zijn we weer. Wat gaan we vandaag doen in deze les? Nou, we gaan zorgen dat onze score wordt bijgehouden. Maar dat niet alleen. We gaan ook zorgen dat de score natuurlijk op het scherm komt. En dat gaan we doen met het Pixel wat ik je heb meegestuurd bij de downloads. Dus die gaan we vandaag gebruiken. Daar gaan we het een en ander voor klaarzetten. Dus we gaan eerst alles eventjes ja, voorbereiden, zeg maar. En daarna gaan we twee scriptjes maken vandaag. Waarin we dus de score gaan bijhouden en de score gaan toevoegen. <middels> Terug in Unity. We gaan meteen beginnen. Allereerst wil ik graag mijn Pixelt font toevoegen, dus die je bij de downloads hebt. Daarvoor ga ik naar assets, hier in de project tab, rechtermuisknop, create, folder, hebben jullie al vaker gedaan. En ik noem dit nieuwe folder fonts. Nou, dan ga ik mijn Pixelt font erbij halen. Bij mij heb ik die hier staan bij Flappy Grappy assets. Bij jullie staat die waarschijnlijk ergens anders. Het gaat dus om die pixel.ttf. ttf. Oké, okay, die pak ik en die sleep ik in mijn fonts map. Zoals je ziet staat deze toegevoegd. Top! Dan gaan we beginnen met het canvas, een soort doek waar de score op komt. Ik zal het laten zien. Hier in de hierarchy, rechtermuisknop. Ik ga naar UI, User Interface. En ik doe canvas. Hoppa, daar zien we hem staan. Zit meteen een event system aan. Don't worry. Maar in canvas gaan we allereerst even de naam aanpassen. Deze is SCAR score canvas. Laten we die zo noemen. Dat is lekker duidelijk. En wat moeten we hier dan aanpassen? Nou, we zien hier bij game dat we die 16.9 portrait mode hebben gebruikt. Dat moeten we hier ook eventjes aanpassen, zodat de afmetingen wel kloppen met de game. Hoe doen we dat? We hebben hier die canvas scaler, UI scale mode. En die zetten we op scale with screen size. En dan zie je onder reference resolution. Nou, wat gaan we daar invoeren? Die 9 bij 6. En dat vertaalt zich tot 900 tot 1600. Oké, okay, die voeren we in. En dan is dat gefixt. Dan hebben we deze ook klaar. En dan staat eigenlijk de score canvas goed. In de score canvas willen we dan de tekst toevoegen en dat doen we door op muisknop te klikken in de score canvas gaan we weer naar UI en we doen tekst en nu zie je hier al tekst staan we meteen even de naam aan score tekst zo die is goed en nu gaan we het een en ander aanpassen je ziet hier nu misschien ook de nieuwe tekst staan dit gaan we zo een beetje dus veranderen dus hij schiet weg maar don't worry als we bij overflow komen dan zien we hem meteen weer terug nu in Inspector score tekst. Wat gaan we allereerst doen? Die nieuwe tekst zetten we op 0, want onze beginscore in de game is ook 0. Dan hebben we het font. Die gaan we aanpassen tot ons nieuwe font en dat is pixel, dus ik klik hier op dat rondje, zie hier pixel en selecteer deze en tada, hij staat erbij. Hij is nu alleen weg, maar dat komt dus zo. Dan hebben we font size, die zetten we op 150. En dit kun je even vergeten. Alignment is wel belangrijk. Dat betekent waar staat straks de score. Nou, die willen we in het midden hebben. Dus ik align hem hier in het midden. En ik align hem uh, op horizontaal en verticaal op het midden, zeg maar. En hier hebben we dan die horizontal en vertical overflow. En dat wil zeggen, ja, hoe vrij en zichtbaar is, zeg maar, hetgeen wat we hebben toegevoegd. Nou, dat zetten we beide op overflow. En je zult zien, tadaa, hier staat onze nul. Die we hier dus ook hebben ingevoerd. Top. Wat gaan we nu nog even doen? Even de color aanpassen. Die doen we gewoon naar wit. Dus die is ook gefixt. En ik wil hier een shadow op hebben, zodat die iets zichtbaarder wordt in ja, de game zelf. En dat doe ik door hier op Add Component te drukken. Nou, ik heb hem er nog bij staan. Maar je kan dus shadow zoeken. Die selecteer je. En dan zie je in shadow zelf die effect distance staan. En die zet ik op 6. En op, nou, wat zullen we doen? Vijf of nog een keer zes. Maar ja, vijf, prima. En je ziet nu dat er een soort randje om de score zit. Goed, ik wil deze alleen wel even aanpassen, dat deze ja, in de game goed staat. Ik zoom trouwens gewoon in met mijn uh, mousewiel. Voor sommigen die dat willen weten. Hier ook. Alleen, als ik nu dubbelklik op die scoretekst, zul je zien dat die heel ergens anders staat. Zie je dat? Die schiet helemaal weg. Maak je daar niet al te druk om. We drukken hier even op W. En ik sleep hem nu omhoog, zoals ik hem ongeveer in de game wil zien. Top. Maar waar is nu mijn game gebleven? Nou, die zit heel ergens op deze map. Je raakt helemaal in paniek. Waar is die? Maar dat hoeft niet. We kunnen hier gewoon op main camera dubbelklikken. En tra, we zijn weer terug bij wat we kennen. Wat moeten we dan nog fixen? Nou, we hebben natuurlijk een scriptje nodig voor de score. Die gaan we ook alvast klaarzetten. Dus we gaan bij Assets naar Scripts. En ik doe hier rechtermuisknop, Create C-Sharp Script. Maar zoals jullie zien, heb ik hem hier al gemaakt. Dus jullie nieuwe C-Sharp script heet Score. Laten we daar alvast een paar basisdingetjes inzetten voor de game. Oké, okay, we zien mijn comments al staan. En wat misschien opvalt is dat ik hier bovenaan iets neer heb gezet. En dat is namelijk dat ik een library van Unity ga toevoegen. En beter gezegd is dat een UI library die ik ga toevoegen. Zodat we dus met de user interface dat score canvas straks kunnen gaan werken in de code. En dat dat vertaalt naar Unity. Dan hebben we hier een pub. Publieke steric integer dat is hele getallen, integers zijn hele getallen en die gaan we gebruiken voor de score. De score is aan het begin van de game 0, nou, dat gaan we hier neerzetten. En ik heb een get component tekst die gelijk is aan de score in Unity, dat we dus weer praten met Unity, dus dat we wat hier tekst is ook de score tekst straks is in Unity. Nou, dat moeten we nog wel omzetten van integer naar string. Want we hebben hier een getal wat we gaan toevoegen. Hè, die int. Maar als we dat willen vertalen, moet het een string zijn. Dus eigenlijk tekst. En daar hebben we toString voor die we gaan gebruiken. In Unity is het enige wat we nog even moeten doen nu. De score, het script van score toevoegen aan score tekst. Dus die slepen we erop. Kijken we en ja hij zit erop. Dus in de inspector even checken. Score script toegevoegd. Done. Nou, we moeten natuurlijk nog wel zorgen dat die vogel, de bird, dat die kan botsen met iets, dus een collision heeft, waardoor de score wordt bijgehouden. Dus een soort trigger. Hoe gaan we dat nou doen? Nou, de bird heeft een rigid body en zelf een collision. Hè? Dat kunnen we ook zien hier. Die hadden we daar helemaal aan het begin al opgezet. En hetzelfde moeten we eigenlijk bij die pipes hebben, als een soort poortje waar die doorheen vliegt, waar die dan een soort aanraking mee heeft, die we verder niet zien, maar die wel wordt geregistreerd om de score bij te houden. Dat moeten we in die pipes gaan aanpassen. Dus wat ik ga doen is assets, prefabs, pipes en ik sleep deze in de hierarchy. Dus we gaan deze weer even aanpassen. Wat ga ik nu doen? Ik wil hier dus zo'n box collider bij hebben. Dus ik doe die add component in de inspector en ik doe box collider 2D. En dan zie ik hier al dat deze erbij is gezet. Dit is onze box collider die we hier zien staan. Alleen die wil ik even editen. Want ik wil dat het een poortje is waar die aan het einde registreert dat je erdoor bent gevlogen. Hier ben je af, hier ben je af. Op dit plateau ben je af, daar ben je af. Dus het gaat er echt om als je erdoor bent. Nou, dat editen hebben we eerder gezien. Edit collider. Klik ik aan. En ik sleep deze even zo. Maak hem even passend. Juts. En deze hier zo. Nou, en dit is een prima poortje om te hebben. Wat moet ik nog aanpassen? Nou, je kan hier aangeven dat het dus niet iets is waar de vogel door gestopt moet worden of zo. Maar dat het een trigger is. En dat zie je hier staan bij is-trigger. Die vinken we aan. En dan hebben we deze ook al gefixt. Top. Alleen, we willen dat deze pipe straks natuurlijk bij alles. Deze trigger erbij heeft, zodat dat voor elke pipe die in het level wordt aangeroepen. Ja, het geval is. En dat kunnen we hier in de inspector bovenin zetten. Bij overrides kunnen we dan klikken op Apply All. En vanaf nu zit deze collider dus standaard in deze prefab en wordt die dus overal bij aangeroepen. Voor nu kunnen we die pipes dan weer wegdoen, Want die hebben we nu even niet meer nodig. Dus die delete ik. Maar wat hebben we wel nodig? We hebben natuurlijk een nieuw script nodig. Die die add score gaat toevoegen. Dus het toevoegen van scoren. Dus we gaan in de assets naar scripts. Rechtermuisknop, muisknop. Create nieuw C-sharp script. Maar zoals jullie zien heb ik hem er al bij staan. Add score. Dus die moeten jullie ook gaan maken. Dubbelklik. Oké, okay, we hebben een klein scriptje wat we gaan maken, maar wel een hele belangrijke. Ik zal hem even snel uitleggen. Allereerst hebben we die gebruik on trigger enter 2D. Dat is een methode ook gewoon van Unity en die hebben we nodig zodat we weten dat er iets moet gebeuren als die bird door die trigger vliegt. Nou, dat iets is dat er één toegevoegd moet worden aan de score en dat doen we door middel van plus plus. Dat is gewoon elke keer één erbij als de trigger wordt geraakt. Nou, dan hebben we nog een scorescript nodig. Heel simpel, iets wat zeg maar de koppeling is tussen de score in Unity. En hier als het ware, waardoor we zeggen: hé, dat plus plus, dat hebben we nodig om die score omhoog te tillen. En dan voor de rest zie je het goed. Heb ik alles weggehaald wat hieronder staat. Dus we gebruiken alleen die public class nu. Oké, ik laat de code zien. Nou, we zijn er bijna. We hebben ons scriptje, hebben we hier de score, maar die moeten we toevoegen aan onze prefab, de pipes. Dus die gaan we toch nog een keertje terugslepen. En ik doe dit heel bewust zodat je hier toch bekend mee wordt. Eh, normaal gesproken zou je misschien laten staan, maar het is even goed dat je deze mechanic snapt. Ik ga naar scripts, pak die score en ik sleep deze op die pipes. Nou, dit is ook de reden waarom ik eventjes wil zorgen dat we dit dubbel checken. Want wat moeten we nu zeker doen? Dat is wederom hierboven die overrides, apply all, zodat die bij alles wordt toegepast. Oké, okay, als het goed is, werkt alles nu en kunnen we dus onze game gaan testen? Ik heb die pipes even gedelete. Laten we checken. Oké, okay, onze Flappy Bird werkt dus helemaal. Alleen we moeten nog een paar kleine dingetjes toevoegen om hem helemaal werkend te hebben. Zoals het afgaan als je ergens tegen aankomt. Dat gaan we dan ook in de volgende les doen. Tot dan!